Een hele goede morgen op deze zaterdagmorgen. Het is een beetje bewolkt buiten. Gisteren de vierde webinar alweer gehad in het tweede thema. Wellicht dat je erbij was en heb je gekeken. Zoals je hoort is mijn stem nog niet helemaal optimaal. Anderhalf uur continu achter elkaar doorbabbelen. Dat doet toch enige aanslag op je stem. En ik merk dat de hooikoorts ook weer een beetje op begint te spelen. Dus nou ja, niet helemaal het optimale gestel voor een fotobespreking. Maar we gaan er toch nog eentje maken, want de komende week is het meivakantie en dan heb ik weer lekker een weekje rust. Het gezin zou het heel leuk vinden als papa ook niet alleen maar doorwerkt het hele week. Dus komende week geen fotobesprekingen. Daarna krijg ik ook de vraag en de opmerking van, ja, je hebt al heel veel tips gegeven, maar we hebben bijna geen mogelijkheid en geen ruimte om die tips in praktijk te brengen, want dan kom je alweer met de volgende fotobespreking. Ook merk ik aan mezelf best, we hebben heel voortvarend begonnen hiermee elke dag, dat het aantal kijkers wat afneemt. En ik heb het idee inderdaad dat de frequentie zo hoog is, dat niet alleen ik zelf het niet kan bijbenen, maar dat ook menig van mijn kijkers het niet kunnen bijbenen. Dus komende week ga ik eens even nadenken hoe ik dit ga doen, want ik wil dit wel voorlopig blijven doen. Maar ik denk dat we dat bijvoorbeeld een aantal keren per week gaan doen. Dus dat de frequentie wat af gaat nemen. Dus ik ben even aan het kijken hoe ik hier een modus in kan vinden. Dat het minder druk is. De druk wat minder groot is. En dat jij wat meer de tijd krijgt om ook te herkauwen op alle tips en trucs die ik geef. Nou, ik kreeg verder ook nog gisteren een reactie van iemand die toch wel slikken over de feedback. Ik wil nogmaals benadrukken, heb ik in het begin ook al gedaan, dat ik reageer op foto's, heel intuïtief, heel erg zoals ik zelf de foto beleef, wat ik zelf eraan zou doen. En alles is bedoeld om je te helpen en verder te ontwikkelen en absoluut niet om te beledigen. Ik probeer het echt positief te brengen. Ik wil heel graag dat jij er wat mee kan, wat van kan leren en ik brand echt je foto niet af. Ik zeg niet dat je foto slecht is, absoluut niet. Dus ga uit van mijn goede intenties. Nou, voor deze laatste fotobespreking voor de komende week heb ik een groot aantal beelden meegenomen en een lekkere diversiteit. Gewoon is van alles door elkaar. Beelden die nog lagen, die ik niet in een thema kon vatten. Dus gewoon eventjes lekker genieten in een overview over van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen, kijk je mee? Het eerste beeld komt uit Zweden. En hoe weet ik dat? Nou, het staat in de naam, in de faalnaam. Dus zo weet ik dat. En dat is natuurlijk, excuses hoor voor mijn neus af en toe. Hooikoorts is echt een verschrikking. Maar goed. Zweden. Ja, Scandinavië is natuurlijk mijn grote liefde ergens. Hè. Ik kom natuurlijk heel graag in Scandinavië. Ik had er over een kleine maand weer moeten zitten. Dus ja, mijn hart gaat helemaal open als ik dit zie. Uitgestrekte meren, rotsblokken, kraakhelder water, mooie wolkenluchten erbij. Zo'n huisje met van die, zo'n houten huis, hè? Alles daarvan hout gebouwd, uitgestrekte bossen. Nou, helemaal Scandinavië. Wat mij aan deze foto opvalt, is een hele mooie, goede voorgrond. Met stenen, met echt dat gevoel van ruwheid. En dan die uitgestrekte landschap daarachter. Nou, je ziet een hele mooie lopende lijn en die loopt een beetje naar links achter. En dat heeft onder andere te maken met die stenen in de voorgrond. Die laat hem heel mooi naar links achteren lopen. Maar tegelijkertijd zie ik aan de rechterkant dat huisje staan. En daardoor merk je dat je oog wat gaat zoeken. Aan de ene kant wordt hij vrij dwingend naar links achteren gedwongen. En aan de andere kant wil hij ook naar rechts, want daar staat het huisje. En dat merk je op het moment dat je oog wat gaat zoeken en wat gaat switchen. Ja, dan merk je dat je dan dreigt je kijker een beetje kwijt te raken. Dat verliest dat aan kracht aan het beeld. Dus zorg ervoor dat als je dat huisje bijvoorbeeld meeneemt, en dat is duidelijk een eindpunt aan zo'n foto, dat je daar ook een lijn, een logische lijn naartoe laat lopen. En hier zie je de hele openheid gaat naar achteren, hè, ook het meer gaat naar achteren, alles gaat naar de verte toe. Terwijl in feite je oog ook naar dat huisje toe wil gaan. Dus dat is een beetje een lastig punt in deze foto. Wat had ik gedaan? Ja, misschien had je 20, 30 meter naar links kunnen lopen. Dat je daar een aantal stenen had gevonden die de lijn wat dwingender naar rechts achter hadden laten lopen. Wat ik wel heel fraai vind is dat je, ik weet niet of je met een polarisatiefilter hebt gewerkt. Ik denk het niet, maar het water is zo kraakhelder dat je hier in de voorgrond prachtig door het water heen kunt kijken. Met een polarisatiefilter was dat nog heftiger naar voren gekomen. Dan had je echt hier in die voorgrond heel mooi door het water heen gekeken.
En dan had je in die achtergrond meer dat water kunnen laten reflecteren. En misschien dat je zelfs nog een langere sluitertijd. En ik zie al dat je met 1/25ste seconde hebt gewerkt. Ik zal even de exif erbij pakken. 1/25ste seconde hebt gewerkt. Dus ik vermoed al dat je hier het doel had om met een wat langere sluitertijd te gaan werken. Vanaf statief. Hè, want 1/25ste uit de hand is wel tricky. Maar ik denk als je nog langere sluitertijd had genomen, dat je ook de wat onrust in de verte in het water kwijt was geraakt. Want ik merk dat er vrij veel informatie in het beeld zit. De stenen, de voorgrond is allemaal heel mooi sereen, de lucht is sereen. Maar die achtergrond is dat water nog vrij turbulent. Dus ik denk een iets langere sluitertijd met een grijs filter erbij, dan had je dat wat tot rust kunnen brengen. Dan had je iets meer rust in het beeld kunnen brengen. Het volgende beeld is van Jotunheimen. En hoe weet ik dat? Ja, dat staat ook keurig netjes in de bestandsnaam. Ik ben er nog nooit geweest. En heel schaamtevol, want ik ken het noorden van Noorwegen, zeg maar alles boven Narvik, ken ik behoorlijk goed, ben ik vaak geweest. Maar zuiden en het midden ken ik helemaal niet. En ja, ik zou er ontzettend graag een keer naartoe willen. Maar ja, het is er gewoon nog niet van gekomen. Dus nou, ik geniet in ieder geval van jouw foto. Lange sluitertijd gewerkt. Dus ik weet dat je grijsfilters hebt, want anders had je deze foto niet kunnen maken. Waardoor dat water zo heel mooi sereen wordt. Nou heb ik op mijn website, onder tutorials landschapsfotografie, grijsfilters. Heb ik een uitgebreide tutorial staan dus over het werken met grijsfilters en met lange sluitertijden. En een van de opmerkingen die ik daarin naar voren laat komen is, ik hou niet zo van lange sluitertijd, werk met de juiste sluitertijd. En bij deze foto zie ik heel mooi dat snelstromende water, alleen door die extreem lange sluitertijd heb ik het idee dat het water te fluweelachtig is geworden, waardoor ik een beetje de dynamiek mis erin. Een beetje dat turbulente mis. En mijn truc in zo'n geval is altijd, vanaf statief werk ik dan, en dan begin ik met een veel te snelle sluitertijd, waarvan ik al weet, dat is gewoon te snel, dus zeg bijvoorbeeld 1/100ste seconde. En dan ga ik elke keer die sluitertijd verlangzamen, en op een gegeven moment moeten dan filters bij, want ik moet die sluitertijd gaan verlangzamen, tot ik uiteindelijk op 20-30 seconden kom, waarvan ik eigenlijk al weet, ja dat is waarschijnlijk te langzaam. En dan ga ik later in de computer ga ik die reeks bekijken, en dan ga ik dus kijken welke van deze foto beantwoordt nou het beste aan het gevoel wat ik had. En je best kan dat als je deze foto had gemaakt met een halve seconde of een hele seconde, dat je dan wel de dynamiek had van de lange sluitertijd, maar nog zoveel turbulentie dat het water er veel snelstromender uitziet. Want dat mis ik hier een beetje. Het lijkt bijna ijsachtig en het is eigenlijk heel lieflijk. Terwijl jij waarschijnlijk een ontzettende ruwheid en woestheid in beeld wil brengen. Ik denk dat de sluitertijd te lang is voor het gevoel wat je hier op dat moment hebt. Daarnaast zie je ook dat de foto vrij aan de donkere en de grauwe kant is. En ik zie een hele vrij dwingende lijn die van links naar rechts loopt. En dat heeft ook te maken met het feit dat je de bosrand hebt meegenomen en de lucht. Je krijgt hier twee lichte delen in de foto, waardoor mijn oog niet alleen naar het water kijkt, maar ook heel snel naar de lucht kijkt. En je zou kunnen besluiten, en dat is, ik hou daar zelf wel van, een lucht heeft een functie, of moet een functie hebben. Maar op het moment dat jij zegt, die lucht heeft misschien geen functie, zou je ook eens kunnen zeggen, wat zou er gebeuren als ik die lucht gewoon weghaal? Dan zie je ook meteen dat die grauwe grijze dag met die veel bewolking, dat valt nu helemaal niet meer op, want die zie ik niet meer. En daarmee zou je ook meteen kunnen besluiten om de foto toch iets lichter te laten. Misschien een klein beetje die hooglichten eruit. De donkere partijen iets oplichten. Klein beetje contrast toevoegen. Misschien de kleur wat toevoegen. En misschien zelfs besluiten om, ik vind hem vrij aan de warme kant, misschien ietsjes koeler neer te zetten. Zodat het water wat meer blauwig wordt. En als ik nu het verschil laat zien, dan zie je dat die foto veel meer gaat sprankelen. En veel meer water wordt. En die andere foto was, die voelde zo grauw en zo donker aan. En dat had ook te maken met het feit dat je die lucht meenam. Maar ook te maken dat de foto vrij aan de warme kant is. We zijn heel erg geneigd om bij de warme kant, of als het bewolkt is, om dan een warme witbalans te kiezen. Terwijl op het moment dat jij een wat koelere witbalans gaat kiezen, dan zie je dat het meer beantwoordt aan een soort zonnige dag. Terwijl het helemaal niet zonnig was. Je kunt zelfs nog besluiten in dit geval, maar goed, daar moet je een beetje van houden om de foto te spiegelen. Omdat je wel een hele mooie lijn hebt die van linksonder nu naar rechtsboven gaat. Maar goed, die opmerking krijg ik vaak. Ja, maar dan doe ik de werkelijkheid geweld aan. Ja, ik vraag me dat altijd een beetje af. Want eigenlijk alle bewerkingen die ik doe, die lange sluitertijd is al de werkelijkheid aan geweld aan doen. Want dat zie je in werkelijkheid ook niet. Dus wat dat betreft, dat best wel meevalt, maar je krijgt wel een heel mooiere lijn op dit moment in het beeld zitten.
De volgende twee beelden zijn gemaakt van paddenstoeltjes. Nou, als je ergens mij natuurlijk mee wil kietelen, dan moet je wel paddenstoelen, kievitsbloemen, paddenstoelen, Scandinavië. Nou, dan heb je natuurlijk helemaal mij te pakken. En wat ik heel erg leuk vind is, en dan pak ik meteen even de volgende beeld erbij, is dat je ook met een flits hebt gewerkt. En met die flits heb je dus een tegenlicht gebracht, waardoor je een heel ander type beeld krijgt. Gewoon vanaf dezelfde een ontzettend ander type beeld. Nou, bij het eerste beeld, als ik daar gewoon even van uitga, daar valt natuurlijk de hele mooie achtergrond valt op. En die valt natuurlijk bij flitslicht natuurlijk helemaal weg, krijg je een heel ander soort beeld. Maar bij deze eerste foto valt ook meteen op dat, dat er nog van alles te zien is. Het is een vrij druk beeld. Het zijn gewijswammetjes, nou die zitten altijd met z'n allen bij elkaar. Soms van die hele mooie waterdruppeltjes, zoals je hier in het midden kunt zien. Maar er zitten ook allerlei andere elementen bij, waarvan ik me afvraag of die nodig zijn voor de foto, of die wat toevoegen, of dat die alleen maar afleiden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die, en je ziet hem hier in het midden, ik weet niet of je een beetje goed kan zien, ik kan het anders even laten zien. Even kijken hoor, zo. Daar zit een dennennaald, die er tussendoor loopt. En zo'n dennennaald, ja, die is daar natuurlijk per ongeluk komen vallen, maar hij voegt wat mij betreft niets toe aan de foto. Ik ga er juist naar kijken, ik ben er helemaal mee bezig. Maar als dat het onderwerp van de foto was, ja, dan zou ik daar veel meer op hebben ingezoomd. En ook zo'n beukenblaadje op de, die hier in het midden zit, ook die leidt mij een beetje af. En ik zou gewoon in het veld hebben weggehaald. Gewoon een beetje tuinieren, kijk, je moet geen gewijswammetjes gaan knippen. Maar een dennennaald die daar valt, had net zo goed ergens anders kunnen vallen. Dus die zou ik zelf gewoon even weghalen. Wat ook opvalt, is aan de rechterkant zie ik een van die gewijswammetjes een beetje afgesneden. Nou, en die tip heb ik al natuurlijk best wel vaak gegeven. Als je snijdt, snijd dan goed of niet. Dus iets staat er helemaal op, of iets staat er voor de helft op. Dus ik zou zelf zeggen van, goh, misschien dan toch een klein beetje nog verder afsnijden, zo op deze manier. Staat mijn hoekje weer uit. En dan valt hij er als het ware half af. En dan heb je minder het gevoel dat hij net is afgesneden. Nou, wat ik verder heel fraai vind, is natuurlijk die mooie onscherpe achtergrond. De hele serene sfeer. En het feit dat je heel erg diep bent gegaan. Waardoor je ook echt tegen de gewijswammetjes aanfotografeert. En er niet half bovenop. Dat je echt in die belevingswereld, voor zover je bij paddenstoelen van een belevingswereld kan spreken. In de belevingswereld. Daar komt een berichtje binnen. Dat je echt in de belevingswereld van een paddenstoel kan kruipen. Zo, geluid van de computer ook meteen even uit. Zo, de tweede foto is een foto die hem gemaakt heeft met flits. En dat vind ik wel heel erg spannend. En je ziet dat het dezelfde setting is, want als je goed kijkt, weet niet of jullie dat kunnen zien, zie je ook, zet ik hem eventjes, zie je ook dat je daar ook hoe heet dat ding ook weer, die dennennaald nog hebt zitten. Maar ik zie wel dat je het blad hebt weggehaald. Hartstikke goed. Wat je ook meteen ziet, ik heb de foto wat opgelicht. Je hebt hem vrij donker gehouden met flitslicht. Maar als ik het histogram bekijk, zie ik hem nog vrij aan de donkere kant. Dus als jij wat harder had geflitst, dan was het er meer zo uit komen te zien. En dan was het wat nog iets heftiger geworden, het effect. Als je naast dat flitslicht had besloten om toch zelf een iets langere sluitertijd te kiezen, dan had je dus geflitst, maar tegelijkertijd ook iets meer omgevingslicht laten binnenkomen. En had je het bijvoorbeeld zo gekregen. En ik denk dat dat laatste wel een hele mooie was geweest. Want de eerste is wel heel erg plat geworden. Maar als je nu toch iets langere sluitertijd, iets meer omgevingslicht had binnen laten komen, had je ook iets meer in die achtergrond kunnen laten gebeuren. En had je natuurlijk later in de contrast, had je hem iets kunnen laten, het iets meer contrast gegeven. Was hij iets meer naar voren gekomen. Was hij iets dramatischer geworden. En dan had je denk ik, vergeleken bij het vorige beeld, was hij net wat heftiger geworden. Ook hier, kijk een beetje uit met het snijden. Hier aan de rechterkant, linkerkant, zie ik ook weer een aantal paddenstoelen waarvan je afvraagt van, god, die hadden eigenlijk er net helemaal op moeten staan. Dus ook daar snij ik een beetje mooier. En je zou je kunnen afvragen, bij die vorige foto had ik een hele mooie achtergrond waarvan alles te doen was, maar hier heb ik vooral een groot zwart vlak. Deze foto zou ik zelf bijvoorbeeld zo afsnijden dat hij wat krapper wordt en dat ik het grote zwart weglaat. Want die voegt eigenlijk in mijn gevoel, voor mijn gevoel, weinig toe. Koninkpaarden in de mist, zegt de titel. En hier zie je meteen de EXIF-gegevens erbij.
ik moet bekennen, ik zie die mist niet zo erg. Ja, in de achtergrond zie ik wel mist. Maar wat mij meteen aan dit beeld opvalt, zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, ja, hoe prachtig die toning is van paarden en omgeving die bijna in de gelijkelijke kleur zijn. Dus bijna een soort duotoonbeeld van de uitgebloeide takken en de uitgebloeide sprieten en de paarden die bijna dezelfde kleur hebben. Dat vind ik heel erg fraai. Natuurlijk die blik van dat rechterpaard vol in beeld. En die klitten in zijn haar van die grote klis die op deze manier zijn zaden verspreidt. Maar wat mij ook opvalt is dat je in de nabewerking behoorlijk hard aan de levendigheid hebt getrokken. Of de naverscherping. Want als je goed kijkt zie je dat die ontzettend oververscherpt overkomt. En dat vind ik zelf niet zo heel erg fraai. Ik zou er erg mee uitkijken. Dus wat ik doe is de levendigheid wat gaan terugschroeven. En dan zie je dat het beeld wat zachter wordt. Ik vond het mistbeeld beantwoord niet aan mijn gevoel met zo'n hele crispy look van al die haren. De compositie vind ik overigens prachtig gekozen. Ook de afsnijding vind ik in dit geval goed gekozen. Ik zit er een beetje over te twijfelen. Je ziet nog net de borst van het paard en de stukken van de benen. Waardoor je een beetje het gevoel krijgt dat het paard wat wordt afgesneden. Dus je zou zelfs nog kunnen uiten om hem nog ietsjes verder af te snijden. Dat ik dus ook die sprietjes rechts kwijtraak en die borst kwijtraak. En dan krijg je echt een wat intiemer beeld. Dus ik zou zelf denk ik hiervoor gaan. Want dan zie je niet die aanzet van die voorste benen er in beeld. Maar verder vind ik het een ongelooflijk heel mooi intiem beeld. Met aan de ene kant dat paard wat je vol aankijkt. En aan de andere kant die paarden die op die achtergrond heel mooi wegwandelen en langslopen. Dus ja, prachtig. De nabewerking zou ik nog even naar kijken. Maar voor de rest schitterend beeld. Een wiesent in het riet heet de foto. En ook van Henk gemaakt. En waar het vorige beeld echt heel erg mooi naar voren komt. Heb je hier een beeld waarbij de wiesent staat er helemaal achter. En op zich kan dat prima. Je kan zo'n soort doorkijkje hebben. Waarbij je echt zoiets hebt van wat ruist daar door het struikgewast. Maar alle sprieten zijn zo nog duidelijk als spriet aanwezig. Dat het een heel rommelig beeld dreigt te worden. En ik snap dat het waanzinnig is om een keer een wiesent tegen te komen. En je hebt ook geprobeerd om de onscherpte in de voorgrond echt onscherp te laten zijn. Hè. Je hebt F6 gebruikt. Toch vind ik nog dat hij te scherp is al die rietstengels en dat het daardoor te veel, te rommelig is en te zoekerig. En dat heeft ook denk ik een beetje mee te maken dat rechtsboven nog takken zitten, overal zitten allemaal nog takken. Dus wat zijn dan de tips? Nog verder inzoomen. Nou, ik zag dat je tot 600 kan, dus je had ook kunnen besluiten, ik pak gewoon alleen die kop. Het grap is namelijk, hoe verder ik inzoom, hoe minder ik last heb van al die omgeving en al die scherpe takjes. Nog lager diafragmagetal. Nou, dat zal niet kunnen, want ik zie al dat je behoorlijk laag zit. Dus je hebt eigenlijk alles al gedaan wat je zou moeten doen. Het enige wat ik mezelf nog kan voorstellen, is dat je uit de huidige compositie dan nog bijvoorbeeld een stuk gaat knippen. En dan zit ik bijvoorbeeld zelf aan een staand beeld te denken, waarbij ik die takken rechts kwijtraak, waarbij ik een heleboel andere dingen kwijtraak. Het is beter, maar het blijft ergens toch het mooiste geweest als je of een opening had kunnen vinden, waardoor je hem toch de kop vrij had kunnen krijgen. Of dat het de voorgrond zo onscherp was geworden dat het minder had geconcureerd. Dus ja, dat is een beetje mijn gevoel erbij. Ook denk ik dat omdat jij weer met die levendigheid en naverscherping ontzettend hebt getrokken te hard, dat daardoor ook die takken te scherp zijn geworden. Dus kijk daar nogmaals ontzettend voor uit. Glinstering op het water. Nou, een heel ander type beeld wat we hier binnenkrijgen. Een volledig ander beeld. Waarbij, en dan moet ik goed kijken, het is geen ijs. Het zijn volgens mij takje of sprietjes die er op het water liggen die glinsteren. Ja, ik vind dit prachtig. Ik vind dit geweldig. Een heel grote mate van abstractie met ontzettend veel kleur daarin. Het is bijna zwart-wit beeld, maar als ik die kleur eens ga boosten, moet je eens kijken hoe ongelooflijk veel kleur daar nog in zit. En dat is meteen eigenlijk het eerste wat ik in dit geval zou doen. Ik zou of die kleur ontzettend benadrukken, of ik zou ervoor kiezen om echt volledig naar zwart-wit te gaan. En ook dat kan prima. Dus of die kleur naar voren laten komen, of dat zwart-witte naar voren laten komen. Nou, dat zwart-witte is in dit geval is wel heel fraai om daarmee te spelen. He, dat zwart-witte kan natuurlijk een heel mooi sereen beeld opleveren. Maar dat kleurbeeld kan dat op zich ook. Maar dan moet je die kleur wat naar voren laten komen.
Ik vind het prachtig. Ik vind het hartstikke prachtig. Dit is zo'n typisch beeld, mooie ontscherpende achtergrond. Ik zit een beetje met de keuze van de compositie. Hier linksvoor zie je een hele mooie grote plakkaat van al die sprieten die daar liggen. Die toch een beetje de voorgrond CQ-onderwerp vormen. Die staan er dan net niet helemaal op. Dus misschien was het mogelijk geweest om ietsjes naar links en iets te draaien. Waardoor je iets meer... En je ziet er een soort schuine lijn in zitten. Dat je die iets meer in het beeld had gehouden. Nu komt die van buiten het beeld en gaat het beeld weer uit. Dat je die misschien iets in het beeld had gehouden. Maar ik vind het ontzettend goed gevonden en heel mooi gezien. En zo zie je maar dat hele eenvoudige onderwerpen gewoon hele mooie foto's op kunnen leveren. Nou, het volgende beeld is van Misha. Een tegenlichtopname. Een echt een hele harde tegenlichtopname. Hè. De zon staat vol in beeld. En daardoorheen een hele mooie bloem die als een silhouet daarvoor staat. Nou, de zon in beeld pakken, vol in beeld pakken, is best lastig. Mijn truc daarvoor is altijd van zorg dat de zon eigenlijk bijna onder is. Of zet hem behoorlijk achter bomen en achter takken. Want vaak is een klein stukje zon al voldoende om in de onscherpte tot echt een grote dikke bal gevormd te worden. Dus de zon zelf vol in beeld pakken met een telelens zou ik zelf het niet zo snel doen. Want hij leidt mij hier ook een beetje af. Hij komt wel heel erg zwaar overbelicht over. En dat zie je ook wel in het histogram. Dus zorg dat die zon nog meer achter bomen, achter takken, achter elementen staan. Zodat hij iets getemperd wordt. Zorg dat hij nog verder onder gaat. Wacht tot het laatste randje zon erbij boven de horizon is. En pak hem dan als tegenlichtopname. De grap is namelijk, ook al zie je maar een stukje zon... Door de onscherpte en door de bokeh in feite, dus de onscherpte in je lens, wordt elk stukje zon wordt alsnog een mooi puntje. Ik vind het wel heel mooi dat je hier die plant hierbij hebt zitten. Je ziet wel dat er een behoorlijke hoeveelheid aan informatie bij zit waarvan je afvraagt van is dat nou nodig. Hè? Dat linksonderdeel en linksdeel is behoorlijk zwart en donker. Ja, die zouden wat mij betreft gewoon bijna volledig uit kunnen. Als je een beetje dit zou snijden, dan zie je dat je nu veel meer focust op die plant... Nou, ik kan kijken of er nog wat informatie uit die plant te halen is. Want in potentie zie je dat die plant nog behoorlijk mooi belicht is. Dus als je dit een beetje tempert op deze manier. En dan kan ik kijken of die plant iets crispier krijgt door de levendigheid wat op te voeren. Dan is die zon die blijft overbelicht. Daar kan ik niks aan doen. Maar je ziet wel dat nu er een soort zachtere sfeer ontstaat. En die kan ik zelfs nog wat benadrukken door de witbalans wat warmer te zetten. Een wat zachtere sfeer van de zonsondergang. Ik weet niet eens of de zonsondergang was. Ik zit er een beetje met die tak daar rechtsboven. Nou, ik laat hem er toch gewoon in zitten. Maar als ik nu het verschil laat zien, dan zie je dat het linkerbeeld vrij aan de harde kant is. En bij het rechterbeeld kan ik een soort flair creëren. Kan ik een soort sfeer creëren. Gewoon door wat meer kleur toe te voegen. Door wat meer als het ware het contrast wat te verkleinen. Door de donkere partijen wat op te lichten. En door de witbalans wat warmer te krijgen. Krijg ik een soort hele mooie zonsondergangssfeer. Maar nogmaals, de tip van de zon die blijft bestaan. De volgende drie beelden gaan over natuurlijk wat op dit moment bijna alweer over is. De tulpenbollen. En ik heb dus nooit beseft, tot een aantal jaar geleden, dus heel grappig. Ik heb nooit beseft dat de tulpen in de winkel, dat niet deze tulpen zijn. Deze tulpen die bloeien, die zien er prachtig uit. En uiteindelijk worden ze gekopt, worden alle tulpjes eraf geknipt. En dan worden de bollen gebruikt. Deze tulpenvelden zijn er niet voor de tulp, maar die zijn er voor de bol. Nou goed, heb ik ook nooit geweten. Dus bij deze. Nou, je hebt een aantal foto's en ik ga ze even meteen allebei pakken. Deze is wat dichterbij en deze is nog dichterbij. Nou. Op dit moment zie je natuurlijk heel veel tulpenvelden erin komen. Nou, deze foto heb je al in 16 bij 9 uitgesneden. Toch zie je nog steeds dat er een ontzettende grote hoeveelheid lucht bij zit. En dat de tulpenvelden zelf vrij aan de vlakke kant zijn. Ik zou hier mijn drone oplaten. En vanaf dit plek waar jij zit net wat hoger gaan vliegen en dan wat schuiner. Want je kijkt er zo, je kijkt in potentie erop, maar je wil er nog meer op kijken. De tulpenbollen zelf, je wil eigenlijk toch meer dit gevoel krijgen. En ik zie een hele grote hoeveelheid lucht waar geen wolk in te zien is. Waardoor die voor mijn gevoel ook weinig toevoegt. Dus ja, ik zou dit nog panoramischer gaan uitsnijden, denk ik. Ik zou echt bij wijze van spreken dit doen. Zou ik hem ook meteen even recht zetten. Ik zou bij wijze van spreken dit doen. Natuurlijk is het nog steeds dezelfde effect. Maar nu heb je wat minder het gevoel dat het een hele grote lege ruimte is. Waarbij die tulpenvelden een vrij kleine ruimte innemen. Dus ik zou denk ik deze kant uitredeneren.
toch denk ik dat de volgende foto meer beantwoordt aan het beeld wat meeste mensen hebben van die tulpenbollen en die tulpenvelden. Ook hier kun je een beetje afvragen, wat doet die grote hoeveelheid lege lucht daarin? En ook die vind ik een klein beetje afleiden, dus ook die ga ik er alvast even uithalen, omdat ik dan meer het gevoel krijg, nu houden we onze aandacht bij die tulpen. En wat meteen opvalt, is dat hier linksonder, tussen die rode tulpen zitten een paar gele. Wat zou dat nou toch fantastisch en waanzinnig zijn als je die er net helemaal op had zet, of daar wat meer de nadruk op had. Die plaatselijke dissidenten, die dus precies tussen die rode tulpen zitten. Dus ik vind het bijna jammer dat je die gele zo hebt afgesneden. Want ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn geweest als je dat natuurlijk als een soort dissident had meegenomen. Ik kan me hier overigens ook prima een staand beeld van bij bedenken. Een staand beeld waarbij je zegt van goh, ik pak die als voorgrond en dan ga ik er nog dichterop kruipen. En dan ga ik vervolgens naar die hele achtergrond, naar die hele tulpenvelden heen. Wat ik zelf ook een beetje jammer vind, is dat daar rechts een auto staat. Het zijn allemaal van die elementen die we herkennen als mensen, die afleiden in feite van het hele strakke beeld. Dus kijk in zo'n geval of je dat soort elementen toch... En dan ga ik... Ja, nee, dan ga ik toch eventjes toch maar terug naar de oorspronkelijke krop. Of je zo'n auto of je die eraf kan laten. Want dat leidt gewoon af. Nou, het laatste beeld ben ik opgekropen. Ja, en dan denk ik, nu begin je een beetje het bollenvelden gevoel te krijgen. Wat ik wel bijvoorbeeld hier zie, is dat je hebt één rij natuurlijk met prachtige bollen. En dan aan de rechterkant heb je die groene velden. En aan de linkerkant heb je de andere roze. Ik zie dat het dezelfde punt is, want als je goed kijkt, zie ik hier rechts, zie ik diezelfde twee lantaarnpalen als die ik hier ook had gezien. Dus volgens mij zit je op dezelfde veld te werken. En ik vraag een beetje af die verhouding. Aan de ene kant heb je links nog die hele mooie lijn van dat roze erin zitten. En aan de rechterkant heb je dat groen erin zitten. Je zou zelfs nog kunnen zeggen, weet je wat ik eens ga doen? Ik ga gewoon die hele bovenkant eraf halen. En ik hou mijn aandacht volledig in alleen maar in de tulpenvelden. Oogt misschien wat aan de krappe kant. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik zit er zelf toch een beetje mee dat je aan de ene kant al dat roze hebt. En aan de andere kant dat groen erbij hebt. Misschien had je kunnen kijken om de verhouding ietsjes anders te doen. Dat als het ware het roze aan twee kanten zou gaan. Het is een beetje een lastig verhaal zoals je ziet. Je ziet dat ik er een beetje mee worstel. Ik ben er niet helemaal over uit. Ik zou zeggen, ga eens kijken naar de foto's van Albert Dros. Die is helemaal idolaat van Hollandse landschappen en bollenvelden. En die heeft waanzinnige foto's gemaakt van bollenvelden. En doe daar eens je inspiratie bij op. Kijk ook uit bij al die afsneden. Hier links rechtsonder zie je zo'n half afgesneden tulp. Daar zie je een afgesneden tulp. Zorg weer, die tip kan ik niet vaak genoeg geven. Snij goed of snij niet. Hij moet er helemaal op staan of helemaal niet op staan. Of goed doorgesneden. Maar kijk uit met al die kleine hapjes. En dat is natuurlijk vreselijk lastig. Hè? Want dan ga je iets naar achteren en dan staat de volgende tulpenveld er alweer bijna niet op. Dat is heel lastig, dat snap ik ook wel. Maar probeer te kijken of je hem er helemaal op kunt zetten. Of... goed afgesneden. Zoals hier die rechter, dat vind ik prima. Maar deze hier beneden, dan merk je dat er net zo'n puntje op zit. En die hier linksonder zit ook net zo'n puntje. Nou, je ziet, ik ben een beetje aan het worstelen hiermee. Ook zou ik nog een keer terugkeren met wat mooier licht. Want ik denk dat dan de kleuren nog lekkerder sprankelen. Nou, de laatste foto's van Nico. Gemaakt op de Marker Wadden. Ik ben nog steeds niet geweest op de Marker Wadden. Ik hoop nog steeds dat Nico mij een keer wil uitnodigen daar, dat ik een keer met hem mee mag. Dus in ruil voor de fotobespreking hoop ik dat ik een keer met jou mee mag. Nou, sterrensporen gemaakt. Nou, dat is natuurlijk een waanzinnige manier om te laten zien hoe de Marker Wadden in het midden van het IJsselmeer, hoe helder, kraakheldere nacht die kan hebben. En ik vraag je af wat een beetje dat linkerdeel daar is. Ja, dat is de maan die binnenkomt. En wat zijn dan die kleuren die er linksbij zitten? Ja, dat zijn waarschijnlijk flarevlekken van de maan die rechtstreeks in zijn lens aan het schijnen is. Ik weet dat Nico hier zelf ook mee worstelt en ik worstel er ook een beetje mee. De maan moet je plannen en waarschijnlijk zat hij niet in beeld toen jij ermee bezig was. Want zoals we weten draait de hele aarde counterclockwise, oftewel tegen de klok in. Dus die maan is gezellig halverwege jouw sterrensporenbeeld van linksboven gezellig naar binnen gekomen. Ja, waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling, maar dat is dus iets wat je dus moet gaan plannen. Die maan heeft overigens wel mooi voor gezorgd dat het uitkijkpunt hier prachtig verlicht is. Dus het is een hele goeie om die maan wel meegenomen te hebben, in eerste instantie buiten het beeld.
Alleen ja, in dit geval had ik persoonlijk er toch voor gezorgd om eventjes op TPE te gaan kijken waar gaat de maan naartoe en waar staat hij straks. Hoe lang wil ik mijn sterrensporen laten doorgaan? En in dit geval dan besluiten om dan toch een metertje of 10, 5 à 10 naar links te gaan. Ietsjes naar rechts te draaien. Dat die maan wel naar binnen kwam. Of dat hij wel mee mocht draaien. Maar niet uiteindelijk mijn beeld in kwam lopen. Je kunt natuurlijk altijd besluiten om hier die maan eruit te halen. Maar dat wil eigenlijk bijna niet. Want als ik hier ga snijden. En ik haal die maan eruit. Dan ben ik ook bijna mijn polster kwijt. Nou, het kan net. Het zou net kunnen. Het houdt niet over, maar het zou inderdaad net kunnen. Ik vind dit minder afleiding. Ik vind die maan licht trekt aandacht. Die maan is wel heel erg de aandacht trekkend. Wat je nu ook overigens merkt, is dat omdat die linkerkant van dat uitzichtpunt of die vogelkijkhut belicht is, dat heel erg mijn blik nu naar links wil gaan. Terwijl eigenlijk de polster daar aan de rechtsboven zit. Dus op een of andere manier merk ik dat mijn compositie net niet helemaal lekker werkt. Dus in dit geval was het misschien inderdaad wederom een goede tip om 10 meter of 20 meter naar links te gaan staan. Misschien sta je dan in het water, hè? Dat weet ik natuurlijk niet. Waarbij dan als het ware de vogelkijkhut wat meer rechts in de hoek was gekomen, dus nog iets meer. Maar de polster en dus het punt van de draaicirkel meer linksboven in het beeld was gekomen. Dan had je als het ware dat jouw vogelkijkhut naar die polster had gekeken. Ik hoop dat je nog een keer terug mag. Ik hoop dat ik dan naast jou mag staan daar. Dus bij deze de uitnodiging. Of eigenlijk de vraag. En dan gaan we hem gewoon nog een keer maken. En dan gaan we hem helemaal perfectioneren. Maar voor deze keer vind ik hem al ontzettend goed geworden. Nou, dit was dan voorlopig even de laatste fotobespreking. En lekker even een weekje ertussenuit. Ik ga lekker een weekje vakantie vieren met het gezin. En kijken hoe mijn hooikoorts zich gaat ontwikkelen. Ik ga heerlijk doorfotograferen. Komende week wel twee webinars. Dus ik ben wel aan het werk. En die gaan over Nico, over nachtfotografie. Dus komende week twee webinars. Die zijn volgens mij vanuit natuurfotografie.nl. Ik zal kijken of ik nog een nieuwsbrief kan versturen waar het ook allemaal in staat. En de week daarop twee webinars. En die gaan over licht. Alles rond licht. Lichtval, lichtrichting, zelf licht creëren. Dus even zoals die paddenstoeltjes, zeg maar. En daarna gaan we verder met de fotobesprekingen in iets aangepaste vorm. Dus ik zit erover te denken om de frequentie iets omlaag te gaan schroeven. Maar ik wil er zeker mee blijven doorgaan zolang we met z'n allen in een intelligente lockdown zitten. Voor de mensen die ook vakantie, lekker thuis. Voor de mensen die door moeten werken, zou ik zeggen, ook lekker werk ze, ook wederom thuis. Ik zeg, stay safe, stay at home en blijf in goede gezondheid.